Ja, Nederland, goedenavond. Welkom, welkom. We zijn in Amsterdam-Oost, Javaplein, zoals je ziet. En de buurt is helemaal bezaaid met ME-busjes, politie, Romeo's, van alles en nog wat. Want ze zijn bang voor rellen. Ja, Nederland, ze zijn bang voor rellen. Dus we houden het scherp in de gaten. Ja, Merad, goedenavond. Laten we hopen dat het rustig blijft. Moet je opletten? Het busje van de Romeo's? Ja. Ik ga hier nu weer linksaf. Moet je zien, ze zijn echt flink aan het zoeken. Ja, Nederland, we zijn hier op de Insulindeweg. Geen vuurwerk, geen explosies, geen rellen, maar wel heel veel ME en politie. Die wijkagent aan de overkant. Ja, Nederland, we zijn hier op de Insulindeweg. En daar wordt al het grof vuil en alle rommel wat daar bij die containers ligt, dat gaan ze opruimen. Dat gaan ze opruimen. Ja, broer, salam alaikum. Alles goed? Alhamdulillah. Heb je nog boodschappen voor de mensen in Nederland? Er zijn voor vanavond, blijf thuis, wat heb je te zeggen? Want het is hier gespannen, heel veel ME, heel veel politie. Bewoners kijken naar buiten, weet je? Wat is de boodschap aan de jongeren en de mensen? Ja, weet je, ik moet zeggen, als we gaan demonstreren, het is vrij laat. Blijf gewoon lekker thuis. Oké. Zijn er mensen die zeggen, die gaan demonstreren? Nou, dat werd gezegd op internet, maar op social media. Dat horen we, op straat horen we dat niet. Ja, ja. En ik ben blij dat het gewoon heel rustig is. Iedereen is lekker met zijn ding bezig. Dus het vuil wordt voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dat is wel te zien aan de overkant. Ja, vuil wordt opgeruimd. Maar heel veel busjes, kijk. Mensen, blijf thuis. Er valt helemaal hier niks te beleven. Ja, eigenlijk, als je buiten bent, gedraag je. Meer niet. Nee. Ja, toch? Dat is het. Oké, dankjewel broer. Rust gaan. Jij ook, bedankt. Goeiedag. Dag, ja, je schijnt ook met die lichten. Best wel irritant. Je weet hoe laat het is als ik aan het filmen ben, hè? Vertel het maar je collega. Wilt u zich alstublieft legitimeren? Ja, dacht ik al. Ga je lachen. Doe de groeten aan al die loesje figuren van bureau Baliestraat. Die over mij hebben gelogen. Ik kom jullie filmen. Ik kom niet om te rellen. Werk ze, hè? Ja, Nederland, we zijn hier op de Insulindeweg en hij stond hier met zijn busje en hij dacht, hij schijnt even die verlichting in mijn ogen, maar dat werkt niet. Hij wist niet wie ik was.
Je vraagt naar zijn ID en hij lacht je gewoon uit. Bus van de Romeo. Heel veel bivakmutsen, busjes van de Romeo's. Amsterdam-Oost is heet. Ik meen het serieus, er is echt veel politie aanwezig. Boa's, busjes, auto's, van alles en nog wat. We gaan even kijken wie er nog meer is. Zo, Nederland, moet je zien, hé. Heel veel busjes, Nederland. Iedereen is verdachte. Buiten ben je verdachte. Als je buiten bent, ben je verdachte. Dat is wel te zien. Ja, Nederland, het lijkt erop alsof het kan beginnen. Hij schijnt die flashlight, moet je zien. Wat een irritante man, zeg. Hij schijnt die licht. Ja, waarom? Ja, omdat ik hem aan het filmen ben. Hij wil niet op beeld, daarom. Is er een eigen probleem? Ja, maar wanneer hij schijnt, hoor je boom. Gek, hè? Kijk, gaat hij weer schijnen. Ja, Nederland, moet je zien. Al die, ik film hun. Dan blijf je toch uit beeld. Dan blijf je toch uit beeld. Ja, ik loop naar hun. Nee, hij schijnt in mijn gezicht. Zie je dat? Nee, hij schijnt in jouw gezicht niet. Moet je opletten. Ja. Nee, ik film jou niet. Ik film hun. Ik zeg het even. Nee, is goed. Hij wil niet op beeld. Daarom doet hij dit. Toch? Moet je zien, Nederland. De zaklamp van deze loesje figuur. En hij blijft hem schijnen, hè. Niet hij stopt of zo. Hij blijft gewoon schijnen. Moet je zien. We staan helemaal versteld. Moet je zien. Kijk, nog een lamp erboven. Die. Twee lampen. Luister, makker, als je zo in mijn gezicht gaat schijnen, dan dien ik een klacht tegen jullie allemaal in. Loesje figuren. Kijk hoe die schijnt. Snap je wat ik bedoel? Niet met ze praten, hè? Niet met ze praten. Moet je zien, de zaklampshow, disco light. Moet je zien, beweeg ze heen en weer. Kijk, moet je zien, Nederland. Ongelooflijk.
Dit is de eenheid Amsterdam. Kijk, in de plaats dat ze dingen gaan doen, potentiële verdachten gaan waarnemen, weet je, rondjes gaan rijden, gaan ze zaklampen schijnen. Moet je zien wat ze doen, Nederland. In de plaats dat ze mensen gaan zoeken die mogelijk verdacht gedrag vertonen, uit zijn op rellen of wat dan ook,